Hans Münsterman won de ACO Literatuurprijs voor zijn roman De Bekoring. Het decor voor dit boek is de Harmoniehof in Amsterdam, waar Münsterman opgroeide. We gingen met hem mee naar zijn oude buurt en basisschool. Wat ik eigenlijk heel graag zou willen is dat er iemand, een soort Willy Wortel, dat die een voetstappenatlas zou ontwerpen. Die voor iedereen persoonlijk is. Dus ik zou heel graag een voetstappenatlas hebben van mijn leven. Dus die sla ik dan op een bepaalde dag en dan kan ik zien waar ik op die dag mijn voetstappen heb neergezet. En dat zou ik van over deze buurt en de stad zou ik dat ook wel willen hebben. Dus dat ik van alle dagen dat ik geleefd heb zou kunnen achterhalen waar mijn voetstappen zijn. En in deze buurt zit dat natuurlijk ook. En hier zit er natuurlijk een heleboel, vooral in mijn jeugd. Maar ze zijn er nog, omdat ik gebruik iedere gelegenheid die zich voordoet om door deze buurt te lopen. Dus als ik hier in de buurt ben, dan fiets ik er even door of ik wandel er door. En ik vind het ook heel leuk om er nu weer te zijn. Omdat ik dan toch in een soort tijdmachine zit. In mijn hoofd althans. Daar woonde de familie Hoenderdaal in het Harmoniehof. Onder de familie Trip. Ook een roemruchte familie. En de familie De Groot die daar later woonde. Bij de familie Hoenderdaal in de jaren 50 konden we van buitenaf door de ramen naar binnen kijken. En naar het voetballen kijken. Ik heb bijvoorbeeld het wereldkampioenschap voetbal in 1958 hebben we het dan over. Daar heb ik Pelé zien scoren voor Brazilië buiten voor het raam van meneer Hoenderdaal. Met al andere kinderen duwend in mijn rug. Ben je wel eens terug geweest op je dagelijkse school? Nee, ik heb er alleen herinneringen aan. En ik heb vorig jaar een verhaal over geschreven. Een verzonnen terugkeer in het gebouw. En het lijkt me leuk om er weer eens te gaan kijken. Nou, dit is de plek waar heel veel kinderen op hun eerste schooldag op de lagere school, dus kinderen, jongetjes in dit geval van 6, die werden hier achtergelaten door hun mammies. En die kinderen die zaten allemaal te krijsen achter dit hek, want ze moesten naar school voortaan. En dat heb ik dus ook gedaan op een goede dag, heeft mijn moeder me hier afgeleverd. We hebben het nu over de jaren 50. Het was een jongensschool, een Rooms-Katholieke jongensschool. En die werden hier opgeborgen, die Rooms-Katholieke jongetjes. En die werden streng en met veel tucht grootgebracht. Nou, dit is volgens mij een lokaaltje, redelijk intact zoals het was in de tijd dat ik hier op school was. Met dat verschil met name dat er natuurlijk geen centrale verwarming was. Voor zover ik me herinner. Ik herinner me grote kolenkachels die in de winter bij tijd en wijle door de conciërge die dan van beneden kwam, werd de kolenkit ter hand genomen en in die kachel gestort, die kolen. Nooit verliefd geworden op een lerares? Hier in dit gebouw? Zal ik je eens een foto laten zien van juffrouw Draaier? Nou, dan piep je wel anders hoor. Dat is nog erger dan Ans Koster. Nee, dat was hier, wat dat betreft was hier totaal niets. Daarom zei ik ook net, in die buurt, daar wemelde het van mooie meisjes en aantrekkelijke vrouwen. En hier was wat dat betreft totaal, dit was een woestijn wat dat betreft. Ook het Ignatius College hier tegenover trouwens, vond ik, was ook een jongensschool toen. Dat had niks aantrekkelijks, daardoor, door het ontbreken van vrouwen. Dit was een gebouw, dit is een soort klooster eigenlijk, met mannen. En er kwam natuurlijk ook iedere week wel een pater die dan les kwam geven, een godsdienstles of zo. Verschrikkelijk. Dan denk je dat je de bij het kamertje van de directeur uitkomt en dat de directeur dan nog steeds achter zijn bureau zit. En dat je dezelfde stemmen van de kinderen hoort. En dat ik juffrouw Draaier weer zie. Dat ik er nog even op de donder kan geven. Maar dat is niet zo. Dus, het teruggaan naar een plek, nou, dat zei ik net al, dat levert uiteindelijk alleen maar iets in je hoofd op. Maar je ziet het eigenlijk niet terug. Nostalgie is natuurlijk ook heel productief, is heel vruchtbaar.
En daarom sta ik hier ook, omdat ik denk dat het wat doet. En dat, dat is ook zo. Maar wat het vroeger was, dat is er nu niet meer. Dat is weg. Ja, ik vind eigenlijk dat het verleden net zo actueel is als het, datgene waarvan men zegt dat het het heden is. En ik ben veel meer gefascineerd door het verleden, omdat het er nog is, dan door de toekomst. Want die is er echt niet. Dat is echt een fictie.